Hallo. Hi. Hoi. Hey, welkom op La Gomera. We zijn er. Hallo. Ik ben Renate. Hoi, Melissa. Ik ben Iris. Hoi. Hoi. En ik ben Marieke. En wij zijn samen Team Atlantic Duchesses. Wij gaan meedoen aan de World Toughest Roll. We gaan de oceaan overroeien. Dit gaan we doen om meer kenbaarheid te geven aan het vrouwenhart. Het Hester de Ruiter van het UMC Utrecht doet onderzoek naar het vrouwenhart. Er is veel meer onderzoek nodig om het vrouwenhart beter te leren begrijpen. Met het meedoen aan deze challenge willen wij een live ride line rowen voor women's heart disease. Elke slag telt en elke hartslag telt. Morgen met de boot aangekomen, ingecheckt in het appartement. En even lekker rustig aangedaan en zojuist ingecheckt bij de organisatie. En de komende dagen staat in het teken van een aantal inspecties, waaronder onze bootinspectie, de medicijninspectie, of we alles mee hebben. 6 december zal de boot het water ingaan en dan hopen we dat we nog een paar trainingsuurtjes kunnen maken. Ja, de boten staan hier prachtig opgesteld hiernaast. Daar laten we later nog wat beelden van zien. We hebben een blauwe badge gekregen, ja. Rowers only. Oh, ja. En alleen de organisatie en de roeiers mogen op het terrein komen. Ja. Het is allemaal heel strikt, COVID-protocollen, maar het is fantastisch dat het doorgaat. Dus we zijn super blij. En na het inchecken zitten we in de Blue Marlin Bar. De bar van de Atlantic Campaigns. Het is ook traditie om straks... Of eigenlijk voor de roeiers is het traditie om ook hun naam hier op de muur te zetten. Dat gaan we straks doen, maar eerst gaan we nog even proosten. Cheers! Cheers! Cheers. Cheers. Proost. We zijn nu bezig om onze naam op de Blue Marlin Bar muur te zetten. De traditie voor Atlantic Rowers. En zo wordt het hartje nog rood gekleurd door Melis en staat onze naam op de Blue Marlin Bar muur. Daar gaat de sticker erop. Vrienden van het UMC Utrecht in actie voor het vrouwenhart. We zijn klaar, althans we hebben de meeste stickers geplakt vandaag. En we lopen lekker terug even langs alle boten. Er zit er prachtig tussen. En het avontuur gaat nu echt beginnen. Ja. Nou, tot de volgende rol!